gaan we jullie al heel hartelijk welkom heten. Zoals je weet, kennen wij jaarlijks de VHP-jaarprijs toe aan een persoon of organisatie die zich buitengewoon heeft ingezet voor het verspreiden van de geschiedenis van Purmerend. Ik ga het vandaag niet hebben over jouw 10 jaar als raadslid en 6 jaar als wethouder en je inzet voor de sport en voor de kerk en voor diverse maatschappelijke organisaties. Maar wij, de Vereniging Historisch Purmerend, gaan jou eren vanwege al je inzet voor de geschiedenis van de stad. Je hebt vele rondleidingen verzorgd voor medewerkers van het stadhuis, maar ook voor bezoekers van de gemeente. Ook voor andere belangstellenden van binnen- en buitenland. En die rondleidingen zijn alvast een voorloper geweest van wat er nu door de Gilde wordt gedaan. Maar op verzoek ben je volgens mij altijd nog bereid een rondleiding te doen. Je hebt ervoor gezorgd dat de enige originele muurreclame in de stad werd gerestaureerd. De reclame van Van Batten op de hoek van de Kronensteef is prachtig gerestaureerd en hoogst van altijd heel veel bewonderen. Van 2007 tot 2013 was je als stadshistoricus voor de gemeente actief. En in die functie heb je de geschiedenis bij velen onder de aandacht gebracht. Je hebt een boek uitgegeven over het ontstaan van de stad. Purmerend, een stad uit het veen. Een boek met een grote oplage, waardoor de kennis van de geschiedenis onder een breed publiek is verspreid. In dit boek is een hoofdstuk gewijd aan het Sint-Ursula-klooster. En daaruit voortvloeiend zijn er op de kop van de Koemarkt een aantal plaquettes gekomen die een blijvende herinnering zijn aan het klooster dat daar ooit stond. In 2010, het jaar waarin we vierden dat we 600 jaar stad waren, liep er een aantal projecten en heb ik onder andere met jou samen in een werkgroep gezeten die getracht heeft om de muziektent weer terug te krijgen in het straatbeeld. Hoewel dat helaas niet bleek te lukken, hebben we dat plan teruggetrokken en ligt dat project nog steeds op de plank en we hopen op een passend moment en ik hoop van harte dat het er toch nog eens van zal komen. Het leukste project waarin wij als historisch permanent met jou hebben samengewerkt vind ik zelf de GPS-tocht voor zo'n 1900 scholieren van de eerste en tweede klasse van het voortgezet onderwijs. Zij hebben met moderne techniek een stukje van de geschiedenis kunnen ontdekken. We ondertekenden samen het contract hiervoor. En jouw inbreng als docent geschiedenis kwam natuurlijk goed van pas. Je maakte vragen op 3 niveaus, waardoor leerlingen van alle soorten onderwijs konden deelnemen aan de tocht. En als elke leerling slechts 1 vraag en hopelijk ook een antwoord heeft onthouden, dan hebben wij vast de kiem gelegd voor vraag naar meer. En door goed gebruik te maken van je contacten heb je het mogelijk gemaakt om de preekstoel uit 1640, die bijna 40 jaar in de kerk van Purmerland heeft gestaan, weer terug te halen naar de parochiekerk waar die thuis hoort. Op 15 december 2013 werd de preekstoel door bisschop Punt ingezegend. En bij die gelegenheid is het je gelukt om de grootste schat van Purmerend onder zware bewaking voor even hierheen te halen. De prachtige 16e eeuwse monstrans die anders niet zomaar te bewonderen is. Dankjewel daarvoor, dat vond ik heel bijzonder. Zoals er bij historici vaker voorkomt, zijn er ook wel eens verschillen van inzicht over de geschiedschrijving geweest. Dat is niet leuk, maar soms niet te vermijden. Ik betreur het als het onplezierig is geweest. Het staat mij nu echter niet in de weg om de bewondering die er voor jouw enorme inzet is voor het verspreiden van de kennis over Purmerend tot uiting te brengen in de toekenning van onze jaarprijs. Ik heb begrepen dat je je zult terugtrekken uit het openbare leven en in alle rust gaat werken aan een aantal projecten. En die wellicht ook alweer met de geschiedenis te maken zullen hebben, dat vermoed ik zomaar. Ik wens je nog een lange tijd in goede gezondheid toe. Ik weet zeker dat heel veel jaren na nu jouw naam nog steeds met de geschiedenis van Purmerend verbonden zal zijn. Jouw bijdrage was en is onmisbaar en laat de VHP Jaarprijs de kerst op het hart zijn. En ik wil eigenlijk beginnen met wat een jaar. Het enige wat ik daarover wil zeggen is dat wilskracht, doorzettingsvermogen en positivisme denk ik een heel belangrijke rol heeft gespeeld in alles wat mij is overkomen. En januari kreeg ik de Gouden Waarderingsspeld
En op 13 april de Koninklijke Ridderorde. En dat zijn inderdaad voorwaardprijzen en onderscheidingen die mij met trots vervullen. En ook deze prijs van de VHP vervult mij met trots. Ik ben er heel erg blij mee. Ik wil nog wel even zeggen dat een ambtenaar toen ik wethouder was ooit tegen mij zei: het moet toch nog heel erg mooi zijn om je eigen geschiedenis te schrijven. En dat is ook zo. En niet alleen vanwege boeken en artikelen, maar ook bijvoorbeeld bij het zichtbaar maken waar Tineke het ook over had, over de geschiedenis in Purmerend. Met andere woorden, je laat voetstappen na. Ga ik nog wat doen? En ja, jullie zijn nog niet van mij af. En ook vanuit het perspectief van mijn ziekte is dat ook een van de zaken die wat dat betreft mij ook op de been houdt en waarvan ik ook bij mezelf denk: ik zal ze nog eens een poepje laten ruiken. Niet jullie, maar mijn ziekte. Klooster, Ursula Klooster. Dat ligt al heel lang onder de stof, de archiefstukken. Het is het oudste archief in het Waterlands Archief hier in Purmerend. En aangezien ik ook inderdaad, Tineke zei het al, een hoofdstuk had geschreven over het Ursula Klooster, lijkt het mij geweldig om in ieder geval ook later een boek uit te geven over het Ursula Klooster. Tot slot. Ik ben natuurlijk trots op deze prijs. Het is een waardering voor alles wat je gedaan hebt voor deze mooie stad. Om mijn waardering naar de Vereniging Historisch Purmerend en al hun medewerkers uit te spreken en natuurlijk vanwege de waardering voor deze prijs. Ik heb nog wat originele plattegronden en 3 stuks van het kasteel Purmerstein. Slot Purmerstein. En u vindt een passende plaats in het verenigingsgebouw. En ik heb nog een plattegrond van Maxi Boxhorden uit begin, hoe kan ik het goed zeggen, 17e eeuw. Bij deze dan de eerste originele. En geweldig. Alsjeblieft. Ja, nou ja. Onverwachte, prachtige aanvulling op de hele collectie. We gaan hem inderdaad, we gaan ze inlezen. Ik geef hem een mooie plaats. Heel erg leuk, vooral omdat net een boekje uit is overstort. Purmerstein brengt het misschien bij iedereen weer meer tot leven. Heel hartelijk dank. En ik hoop dat we elkaar nog lang mogen zien. Ja, zo is dat. Oké. Dankjewel voor alle inzet. Nog lekker iets te drinken en geniet hier nu mee.